Werkmarkt. Deze week was er weer Werkmarkt in de Rai. Een plek waar mensen die op zoek zijn naar werk, naar verandering van werk, die uit de WW of zelfs uit de WO willen, terecht konden. Voor werk, voor opleidingen, voor advies, voor oriëntatie op wat er allemaal mogelijk is. Orlando Djanga ging een kijkje nemen in de Rai om te zien wat er allemaal op dat gebied te doen is. En we vinden dat van Kleurland erg belangrijk, want werk is belangrijk. En Amsterdammers, vooral kleurrijke Amsterdammers, die kunnen aan het werk, er is werk. En wat voor hobbels er dan ook nog genomen moeten worden, daarvoor heb je hulp nodig, daarvoor heb je voorlichting nodig. En op de werkmarkt kon je dat vinden. Heel veel organisaties die ermee bezig zijn, heel veel organisaties die allochtone Amsterdammers helpen, die andere Amsterdammers aan werk helpen. Het is echt een markt waarbij aanbieders en zoekers van werk elkaar kunnen vinden. Een kijkje op de werkmarkt. Geïnteresseerd zijn, hoe werkt dat dan? Mocht u geïnteresseerd zijn, u kan uw naam, heeft u een cv bij u? Nee. Nee? Nee, niet. Dan kan ik uw naam invullen op dit formulier. Ja, ik ga even kijken of het wat voor mij is, maar goed. Ah ja, dan kan u bellen. Dit, ja, en ik kan dit ook meenemen, dan kan u even bellen. En bijvoorbeeld als u wil werven een selectie,
Dan kan u even langskomen met uw cv. En even aangeven welke beroep het is. Ja. En dan gaan wij voor u. Ja, we zitten in Amsterdam. Ja, we zitten in Amsterdam, Zuidoost. In Zuidoost. Dat is goed. Oké. Kan ik even een kant herstellen. Oké, is goed. Georganiseerd door STOA. Het onderwerp is eigen bedrijf en werken zonder baas. Speelt zich af in stem nummer 11 om 2:30. Op dit moment dus een workshop voor startende ondernemers. Goedendag, mijn naam is mevrouw Maartens. Ik ben eigenaar van Esquire Service Detacherings BV. Wat u hier kan zien, Esquire Service is een detacheringsbureau. We doen ook aan werven en selectie, maar daarnaast zenden we mensen ook uit. Dat is mensen voor die graag kortdurend willen werken. Maar onze streven is om mensen te detacheren. Dus dat mensen die voor 6 maanden willen werken of 1 jaar, die kunnen bij ons terecht. Het gebied waar we mensen uitzenden is heel divers. We hebben soms mensen in de bouw. Dat is voor verschillende werkzaamheden van de bouw. In Texaanse beroepen. Ook voor schoonmakers. We hebben ook cashiers. Mensen in de productie. Die kunnen ook bij ons terecht. Lasers. Heel vaak academici. En HBO's. Doen heel vaak een wervenselectie voor hen. Dus dan kunnen ze meteen aan de bak. Een vaste aanstelling bij een bedrijf. En ook in de horeca. Je ziet heel vaak, je kan heel vaak zien dat die mensen die bij ons terechtkomen zijn allochtonen. Het zijn de grootste gedeelte zijn tot nu toe Ghanese. Daarna die Antillianen, we hebben ook Surinamers en ook de Dominicaanse. Dat zien ik op manier maar bij in Hollandis. Esquire Service, Detacherings BV, dat een Detacherings Bureau, manier maar bij onze uitzending. Tambe no sta hasina werven selecti. Mi quiero su llamada na nos henenan. Si bosan de interesana traha, bosan por bi cerca nos na extra 100 u. Anto enanan nos ta custosamente lo que sirvo san i waki con nos por has bosan po bosan por bi ni na trabo. En de Stichting Kleurrijk Vakwerk organiseert deze beurs. En dat is eigenlijk wat er over te zeggen valt. Ik moet vertellen wat er... Vorig jaar had deze beurs iets van 100 deelnemers. Dit jaar zijn er meer dan 120 deelnemers. Het zijn bedrijven en uitzendbureaus en opleidingen. En vorig jaar hebben er zo'n 600 mensen een baan gevonden en nog zo'n aantal ongeveer die een afspraak hebben gemaakt om te solliciteren. En wat wij hier doen op de beurs is enquêtes afnemen, zodat we weten wat voor mensen hier zo al komen kijken. En we tellen, zodat we weten hoeveel mensen er gekomen zijn. En we geven de catalogus uit waarin alle deelnemers staan en we geven informatie over die deelnemers. En heel veel instellingen en bedrijven die juist daarvoor hier op de beurs staan.
Allemaal instellingen die speciaal voor gekleurde medemensen dingen doen. Ja, die kan je zo hier over de hele beurs wel vinden. Dat is wel een succes, kunt u zeggen. Dat is een succes, ja. Ja. Hoe heet u? Hoe ik heet? Ja? Karen Heerschop. Oké, Karen, heel hartelijk. Ja, graag gedaan. Ik ben Iwan Lalgi en ik ben directeur van de stichting Altop. En Altop staat voor allochtonen naar de top. En zoals een ieder weet, is dat nog een hele lange weg te gaan in Nederland. Waarom ik tot de stichting Altop ben getreden, heeft met een paar redenen te maken. Ik ben in 1985 begonnen als personeelsadviseur te werken bij de gemeente Amsterdam. En inmiddels ben ik een senior PNO-adviseur op het ministerie van... dat laat ik even open. Maar door mijn ervaring als personeelsfunctionaris ben ik in mijn loopbaan heel wat misstanden en misverstanden tegengekomen. Daar waar het gaat om de relatie allochtoon en werkgever. Eigenlijk kan je zeggen dat het probleem van de allochtoon en de werkgever zich op drie niveaus plaatsvindt. Op het moment dat de allochtonen in dienst moeten treden, op het moment dat ze moeten doorstromen en op het moment dat ze eigenlijk behouden moeten worden voor de organisatie. Eigenlijk geven werkgevers aan dat waar het gaat om de instroom, dat de doelgroep heel moeilijk bereikbaar is en dat in feite ze daardoor de doelgroep niet een kans kunnen bieden of in elk geval niet hun potenties kunnen ontdekken. Wat heeft u zelf op het ogenblik te bieden aan de mensen? Ik heb op dit ogenblik een x-aantal vacatures te bieden, maar dat is eigenlijk het operationele deel. Waar het vooral om gaat, is eigenlijk de voorwaarden goed in beeld krijgen, zowel van de organisatiekant als bij de doelgroep, om te kijken van wat heeft een doelgroep persoon nou specifiek nodig om te kunnen instromen. En hoe zou de persoon vervolgens moeten behouden worden voor die organisatie. Wij zijn van gemeente Waterleidingen Amsterdam. Wij maken zuiver, zacht en lekker drinkwater voor alle Amsterdammers. Mijn naam is Wendy Rols. Ik ben van het watermeterproject. Wij installeren watermeters in Amsterdam. Wij produceren hoogwaardig kwaliteit drinkwater. Dat drinkwater is minstens even goed als wat u uit de fles drinkt. En, waar komt het water vandaan? Het water komt uit de duinen. Ik weet niet of u daar naartoe kunt kijken. Daar staat een foto of een kaart van onze duinen. Daar kan u niet bij. Die duinen die liggen bij Vogelenzang in de buurt. Dat is bij Haarlem. Ja, en dat water wordt dan getransporteerd vanuit Vogelenzang weer naar de stad. Voordat het water in de duinen zit, zit het in de Rijn.
En wij laten het vanaf de Rijn verpompen naar de duinen. En dan halen we het er weer uit. Het ongeveer 8 zuiveringstrappen doorlopen. Dat zijn verschillende manieren om bacteriën, pesticiden, kleurstoffen, smaakstoffen, geurstoffen uit het water te halen. En dan gaan we komen chemicaliën aan te passen, maar ook mechanische dingen zoals zandfiltratie. Nou, mijn naam is Owe Paulus. Ik werk bij de stichting STIDA. En STIDA staat voor de Stichting Interculturele Dienstverlening in Amsterdam Zuidoost. Dat betekent dat de stichting STIDA die zet zich in voor leefbaarheid en werkgelegenheid en veiligheid te bevorderen, vooral in Zuidoost. Wij staan hier bij de RAI om mensen te werven. Om bij STIDA te komen werken, man of vrouw. De leeftijdsgrenzen die wij zoeken is gevarieerd. Maar we beginnen met de leeftijd van 23 jaar. En je moet lange tijd in Amsterdam wonen. Ook lange tijd in een uitkering zitten. Onze doelgroep is gericht speciaal voor langdurig werklozen. Ongeacht nationaliteit of cultuur. Daarom heten we intercultureel. Verder is er een sociaal-maatschappelijk probleem die STIDA ook aanpakt op het gebied van de werkloosheid en in die doelgroep. Het zijn merendeels de allochtonen die daar ten prooi vallen, omdat daar toch een aantal van die mensen die dreigen uit de boot te vallen. En zo zie je dat er twee groepen van die mensen zijn. Dat zijn de niet-kanshebbers en of onhandelbaar. Wij kennen dat woord onhandelbaar eigenlijk niet. Daarom probeert de stichting zich zoveel mogelijk in te zetten, vooral voor allochtonen in de Bijlmer. En zelf ook in de Bijlmer een betere sfeer te creëren, een betere imago in de Bijlmer ook te bevorderen. De stichting die heeft als uitgangspunt en werkgelegenheden op het gebied van toezicht. Daar worden de mensen voor getraind. Er is, op dat gebied hebben we ook administratieve opleidingen en werkzaam op het gebied van als receptionist en administratief medewerkers. We hebben ook andere werkgebieden als zeefdrukkers en die mensen worden daarvoor ook opgeleid. Seniorenassistent hebben we ook nodig en die mensen worden ook daar geleid. Computers, ICT'ers, met werken met Works en Excel. Al die mogelijkheden schept STIDA voor de mensen. Ook stel dat iemand bij ons wil komen werken, maar het ontbreekt aan de nodige opleiding, of vooral buitenlanders die moeite hebben met het Nederlands, worden die mensen daar ook onderwezen. Zodat ze beter kunnen integreren in deze Nederlandse samenleving. Deze dame tegen, weet je? Eline. Eline kom ik tegen, die staat hier te interviewen. Dus interview jij mij maar. Is goed. Hoe oud bent u? Ik ben 55. Waar woont u? Ik woon in Amsterdam, waar? Zuid. Zuid. Bent u op zoek naar werk? Of wilt ik u ben op zoek naar werk, ja. Of wilt u van baan veranderen? Nee, ik wil niet van baan veranderen. Wat voor een opleiding heeft u gedaan? Ik heb VWO-opleiding en universitair. Ik heb Spaans gestudeerd. Oh, habla español. Sí. Volgt u op dit moment misschien nog een opleiding? Ja, ik volg een opleiding om ondernemer te worden. Hoe heet die opleiding? Dat is een IMK-opleiding. IMK-opleiding. Waar komt u oorspronkelijk vandaan? Ik ben geboren op Bonaire, Nederlandse Antillen. Hoe bent u aan de informatie gekomen over deze werkmarkt? Ik heb het gezien op een of andere affiche. Ja.
andere manier? Nee. Oké. Okay. Wat is de reden van uw bezoek? Heeft ik wilde u werk vinden. Heeft u een beetje gevonden waar u naar op zoek was? Ja, inderdaad. Want ik sta dus nu deze interview te maken. En dat was dus het doel van mijn bezoek. Dus toch. Het is mij gelukt om werk te vinden. Oké, okay, dat is mooi. Bij Kleurnet TV. Ja. Maar goed, als u deze werkmarkt een cijfer mocht geven, wat voor cijfer zou u dan geven? Een 9. Wauw. Heeft u misschien nog een idee voor volgend jaar? Voor volgend jaar? Ja, daar moeten meer bedrijven komen. En moeten we, ook die bedrijven moeten de kleurvolle mede-Nederlanders goed bedienen. Met schoonwerk.